hallo, wij zeggen op 11 en wij komen ons cursusproject Lampparty voorstellen. Allereerst gaan we de inhoud overlopen. Eerst hebben we een korte inleiding, dan gaan wij onszelf, onze groep voorstellen en dan volgt er een demonstratie. Vervolgens gaan we onze sterke, daarna onze zwakke punten tonen. Als puntje 6 gaan we onze samenwerking uitleggen. En 7 gaan we zeggen wat we leren en tot slot nog een besluit voor mijn leren. Ik ga jullie wat meer vertellen over onze groep. Cesare heeft de switch geconfigureerd in de router. Hij heeft ook de packet tracer gemaakt in de website. Ikzelf heb het monitoren van het netwerk gedaan. En een verslaggever geweest tijdens de vergadering. Wert heeft het game server gemaakt, de client systems en de webserver. Witte heeft de FTP server gemaakt, de switch geconfigureerd en een IP schema gemaakt. En Jay heeft de UTP kabels gemaakt en ook verslaggever geweest. Eerst tonen we u onze packet tracer opstelling. Hier ziet u alle netwerken met elkaar verbonden. Dan, nu laten we onze hardware-opstelling zien. Nu gaan we pingen eerst naar de switch. Nu pingen we naar de client, een andere client op de switch. En nu gaan we naar de default gateway pingen. Ten slotte pingen we nog naar een PC van onze buren, groep 12. En nu nog een andere PC in het andere lokaal. Hier ziet u de Linux client en hier de Windows client. De Windows client gaat u pingen naar de Linux client op 118. De Linux gaat naar de Windows client pingen met het IP 119. Hier ziet u onze website. Hier met een eigen domeinnaam op port 8080 op onze Linux client. En hier met IP ook op port 8080 op een gewone Windows computer. Hier ziet u dat de game server gestart wordt met Java dat geïnstalleerd is op de server en het pakket Spigot. Creëert nu de area waar de spelers zich kunnen bevinden. En nu gaat een client met Minecraft connecten op de server. En hier is ze ingelogd op de wereld van de server. Nu kan ik via de server de spelers welkom heten. Zoals u ziet. En nu joint een andere speler van team 12. Hij wordt nu geteleporteerd naar onze speler van ons team. En hij kijkt nu recht naar de speler van het andere team. En hier is de speler van het andere team die naar de speler van onze team gaat kijken. En dat, hier kan je ook alle info zien wat er gebeurt op de server. Dan, nu gaan we verder met de FTP-server. We gaan FTP'en naar 172.16.4.116.
We loggen in met user 1, paswoord user 1. En dan zie je hier de mappen waar user 1 aan kan. En nu plaatsen we er een favicon in. Nu zitten we op een andere computer en loggen we in met user 2. Er wordt een nieuwe map ingezet. En daar wordt ook een nieuwe tekstfile in de map gezet, important.txt. Nu de eerste user gaat weer met user 2 inloggen. En gaat nu in de map user 2 en ziet inderdaad dat er een nieuwe map met tekstfile is. De andere user verwijdert die nu en wanneer hij op F5 drukt, is de map voor hem ook leeg. Wanneer we normaal gezien inloggen met user 5 op onze FTP-server, zien we de mappen van deze user. Maar als wij in onze /etc/FTP-users en de list van gedisabelde FTP's gaan kijken en we adden user 5 en we rebooten daarna, dan gaan we zien dat de volgende keer dat we de FTP-server accessen en we inloggen met user 5, dat we dan geen mappen meer te zien krijgen omdat we geblokkeerd zijn van de FTP-server en we dus de FTP-server niet meer kunnen accessen. De sterke punten van ons team zijn dat we efficiënt kunnen werken. We zijn zeer creatief en we hebben ook veel doorzettingsvermogen. Onze zwakke punten zijn dat we vrij snel zijn afgeleid en dat we soms wel problemen hadden met het vergaderen. Onze samenwerking was redelijk vlot gegaan. Een ruzie samenwerking zou ik zeggen. De vergaderingen waren echter redelijk moeilijk en moeizaam, maar dat is maar een klein werkpunt. Iedereen heeft goed zijn eigen deel gedaan, tot het moment waar dat er hulp gevraagd werd en dan werd er ook hulp geboden. En wat we leerden is werken met virtuele machines, Minecraft server opzetten, problemen oplossen en werken. En dat was meestal met de switch en router, dus hardwarematig, en samenwerken. Als besluit kunnen we veronderstellen dat we problemen hadden met de switch en de router. Een tof team om mee samen te werken. We hebben absoluut ook humor en gelachen tijdens het werken. En problemen met de FTP waren toch wel de grootste uitdaging om op te lossen. Bedankt voor uw aandacht.